Goedemorgen, hoe is het? Goedemorgen, ja, goed. Het was een bewogen weekend, of niet? Waren bewogen 4 dagen. Ja. Ja, want ik had op 29 juni een Kitty Kottie dialoogtafel. Op 30 juni in de ochtend het plaatsen van een monument in Vlissingen. En op 30 juni in de avond dan de waken. En op 1 juli de viering. En gisteren, 2 juli, was er de Mika-viering. Die ik dan wel van een afstand heb gevolgd. Maar daar moet je ook voor wakker zijn. Ja, ja. En, dus nu is het maandag en begint de werkweek gewoon weer. Ja, en dan gaan we eigenlijk gewoon verder met het thema. Het gedeeld verleden. Nee, ja. Het is een belangrijk onderwerp. Er is hier een mooie kast ingericht. Het is een heel project. Ja. En ik moet zeggen dat ik lang niet alle boeken ken die hier staan. Maar jij bent het beter in thuis dan ik, denk ik. Nou ja, dus, de boeken die hier staan is een onderdeel van, hopelijk. Het is nu een project dat staat van juli tot en met oktober. En oktober is onze Black Achievement Month. Dus dan is het de afsluiting. Maar we hopen wel dat er dus een blijvend plekje is wat gaat komen voor het gedeeld verleden wat we hebben. En dan qua educatie, boeken, doe je zelf onderwijzen over dit thema. Door een stukje Black Library binnen de Zeeuwse bibliotheek te hebben. De hele collectie. Een zwarte bibliotheek binnen de... En een zwarte bibliotheek betekent niet per se dat het boeken zijn geschreven door mensen van kleur, maar... Nee, maar dat ze wel een thema over kleur hebben. Precies. En dan, kan het zijn over... hier hebben we Ewald van Vught, die het dan heeft over de Roofstaat. En dat is gewoon echt wel een witte meneer. Maar die heeft het dan over het verleden. En dan gaat het ook over Anansi. Dat zijn dan non-fictieboeken. Voor de kinderen. En het gaat gewoon over het thema. Het kan ook over Marokko gaan. Het kan ook over Azië gaan. Het kan over Indonesië gaan. Maar gewoon eigenlijk buiten het Europese standaard boeken wat je hier kan vinden. Ja. Dan ook zwarte boeken. Ja. Ze waren aanwezig ook op het Kitty Kottie Festival. Op het Kitty Kottie Festival. Op het Abdijplein. Daar konden ze al uit worden geleend. Met een boekfiets. Ja, precies. Helemaal altijd geweldig. Goed. Ja. En me vertel eens, het boek Roofstaat, waarschijnlijk dekt de titel de lading al een beetje. Ja, het is van Ewald van Vught. En het is eigenlijk, Roofstaat is een veel dikker boek. Maar ze hebben hem tot 248 pagina's verkleind. En daarin hebben we nu dan de 7 grootste misdaden van Nederland over zee. Waarin je eigenlijk leert dat Zeeland, of tenminste de rol van Zeeland, hoeveel impact we hadden als Zeeuwen. Maar de rol van Nederland over zee, hoeveel impact dat heeft op de hele wereld. Ondanks dat wij een heel klein landje zijn, hadden wij wel een super impact. Ja. En het is niet altijd even goed, maar het is wel goed om je ervan bewust te zijn dat die impact er was. Ja. Want daardoor kun je ook een beetje meer begrijpen waarom bepaalde mensen hier zijn. En ook zullen blijven. Ja. Maar het is inderdaad, als je het hebt over roven, kijk, het is algemeen bekend dat Nederland in de Gouden Eeuw en daarna gewoon veel... We noemen het geen Gouden Eeuw. Oh nee, dat is waar. Dat is... Hoe dan ook weer wel, gewoon de eeuw. Gewoon in de 16e, 17e, 18e eeuw. Nou, dit soort dingen, de dingen die in je taal zijn geslopen, zo daar, om daarvan af te komen, dat is ook al een heel proces. Ja, ja. Maar die tijd dus, en daar is er ontzettend veel geroofd. Maar weet jij nog uit je hoofd, wat was een van de grootste misdaden die is begaan? Ja, in mijn ogen zijn het er 2. De opzet van de WIC met de transatlantische slavernij. Maar ook, en dat is de wijze waarop de VOC omging met, Pieter Jan Koen, met de Bandoe-eilanden. Ik bedoel, 15.000 mensen, gewoon 14.000 over de klingen jagen en dan 1.000 mensen herplaatsen over andere eilanden. What a monstrosity. Een monsterlijk gegeven. Ik kan het niet eens over... Weet je, gewoon een heel eiland decimeren dan andere. Ja, dat zijn de 2. We hebben het over miljoenen Afrikanen.
En we hebben het over duizenden, want misschien zelfs ook wel miljoenen Molukkers ja. van die eilanden. Wauw. Ja, gewoon heel heftig. En dan, daarom zeg ik ook, dit is dan Roodstraat compact, maar het is wel Roodstraat impact. Ja, precies. Dus dit boek is echt een aanrader. Dit boek is even een aanrader om even jezelf te onderwijzen in de rol van Nederland. Ja. En dan niet, en dit gaat ook niet over vingertje wijzen, hè. Dit gaat om even bewustwording. Precies. En als het jou bewust kan worden van, oh nou, dit stukje geschiedenis heb ik niet geleerd in school, maar ik wil er wel wat meer van weten, dan nodig ik je uit om bijvoorbeeld dit boek te lezen en andere boeken hier te komen halen. Helemaal duidelijk. Dankjewel voor je toelichting en kom lekker bij van het afgelopen weekend. Gaat helemaal goed komen. Super. Dankjewel.